Hoi collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je meer vertellen over Flipping the Classroom. Allereerst, wat is het? Bij Flipping the Classroom draai je onderwijsactiviteiten om. Wij als docenten zijn gewend om een les te openen met een stukje kennisoverdracht. Maar bij Flipping the Classroom heeft die kennisoverdracht al plaatsgevonden wanneer jij de les begint. Dit wil zeggen dat je vooraf een instructievideo stuurt naar de studenten die zij moeten bekijken. En wanneer de les begint, open jij met activiteiten om die kennis te verwerken. Dit wil zeggen dat je op een andere manier moet voorbereiden. Je moet namelijk zorgen voor een stukje kennisoverdracht. En je kan dus zelf een video opnemen met bijvoorbeeld een tool zoals Screencast-O-Matic of Edpuzzle. Maar je kan ook een presentatie voorbereiden in PowerPoint en de diavoorstelling opnemen of via Microsoft Stream een video opnemen. Vervolgens vindt er in de les de verwerking van de kennis plaats. Dit zorgt ervoor dat jij als docent het leerproces beter in de gaten kan houden. Je kan namelijk controleren of de kennis goed is overgekomen en je kan differentiatie beter toepassen. Wanneer je namelijk doorhebt dat de student of enkele studenten het nog niet zo goed hebben begrepen, kan je daar je aandacht op focussen. Andersom kan je studenten die het misschien al wel goed hebben begrepen en wat sneller gaan al nieuw materiaal aanbieden. Op deze manier houdt de student ook regie op zijn eigen tempo. En dat is meteen ook een groot voordeel van Flipping the Classroom. Want bij de kennisoverdracht kan de student zelf bepalen wanneer dat hij de video bekijkt en hoe lang dat hij daarover doet. Bij de verwerking pas je vervolgens allerlei activiteiten toe om te zorgen voor een verhoogde betrokkenheid. Je kan bijvoorbeeld studenten laten samenwerken en een product laten opleveren. Als het gaat om een online les, kan dat door verschillende kanalen aan te maken en de studenten in breakout rooms te laten werken. Je kan ook kennis testen tijdens de les door gamification toe te passen. Of je kan de studenten in een lokaal of in een andere simulatieomgeving laten experimenteren. Afhankelijk natuurlijk van wat je precies wilt overbrengen. Nu kan ik me voorstellen dat het best wel spannend is om op deze manier aan de slag te gaan. En daarom heb ik nog wat tips voor je. Het helpt wanneer je een video actief maakt. Dus wanneer je aan het einde van de video bijvoorbeeld afsluit met een vraag of met een cliffhanger. En dat op die manier de student getriggerd wordt om informatie op te zoeken of ermee aan de slag te willen gaan. Het helpt ook wanneer je korte video's maakt. Dus geen opname van 50 minuten tot een uur, maar echt korte kennisclips. Als dat niet matcht met de hoeveelheid kennis die je wil overbrengen, knip het dan op. Maak dan meerdere korte video's. En op die manier kan de student op zijn eigen tempo bepalen hoe hij de kennis tot zich neemt. Met deze andere manier van lesgeven kan je ook je leerdoelen aanpassen. Omdat de verwerking centraal staat, is er meer ruimte voor hogere orde leerdoelen. En dus kan je je richten op onderwijsactiviteiten die gericht zijn op het toepassen, het analyseren of het creëren van content. Dit maakt het voor jou als docent ook inzichtelijker waar de student precies staat in het leerproces. Wanneer je er zeker van wilt zijn dat de kennis uit zo'n instructievideo goed overkomt, kan je de studenten aanraden om aantekeningen te maken. Geef dan wel even aan dat ze de video tussentijds beter even kunnen stoppen, zeker wanneer het gaat om hele korte video's. Dit kan je ook doen door tools toe te passen. Ik noemde net al even Edpuzzle. En Edpuzzle is een educatieve tool waarbij je een video kan uploaden en tussentijds vragen kan stellen. Wanneer de vraag in beeld komt, stopt de video en heeft de student dus alle aandacht voor die ene vraag. Ben je er niet zo happig op om video's te maken? Kijk dan naar de hoeveelheid video's die je kunt gebruiken via YouTube, Vimeo of TED Talks. Daar zijn voldoende video's te vinden die aansluiten met de kennis die jij wilt overbrengen in de les. Wil je meer weten over Flipping the Classroom of de educatieve tools die ik zojuist heb benoemd? Ga dan naar de website van het practoraat mbo-mediawijs.nl. Daar vind je allerlei lesbrieven en tips over digitale didactiek, maar dus ook tutorials over educatieve tools. Wil je op de hoogte blijven van wat we allemaal doen? Volg ons dan op social media. Heel veel succes met het toepassen van Flipping the Classroom.